hij lekker, jou? We hebben een pompapparaatje voor ik naar de dagbesteding ga. Hey. Oh, bel ik jou nu ook echt wakker? Jammer. Ja, maar anders morgen herkansing, joh. Het is om 9:30 in slaap gevallen, hoorde ik. Ja, dus ik word voor me lekker wakker van. Kijk, dat hebben jullie hebben één ding gemeen. Ik denk dat iets is wat ik denk heel veel dikke mensen wel hebben, misschien. Of die van kinds af aan dik zijn, zeg maar, geweest. Is dat jullie heel veel slapen. Ja, klopt. Heb ik het idee. Kan ook, maar ik kan ook zo slapen gewoon. Ja, en jij ook, hè, Lloyd? Jij slaapt altijd bij mij in die auto. Ja. Toen ook met die R8. Toen we terugkwamen van Friesland. Toen flikkerde ik hier in slaap. Ja. Buffel ook bijna. Ja, nou, Buffel slaapt altijd bij mijn auto. Dan heb ik dit soort setjes gewoon keihard aan, weet je wel. Ja, sommige mensen hebben dat gewoon niet nodig, denk ik. Want ik slaap zelf 6-7 uur. En dan is het eigenlijk altijd wel onderbroken door die kinderen op dit moment. Ja. Dat is dus niet zo goed eigenlijk. Ik ben ook niet scherp. Dan voel ik gewoon al. Dan mis je iets die dag. Gewoon energietekort. Ja, ik ben mentaal vaak wel echt. Als ik zeg maar periodes heb dat ik 5-6 uur slaap per nacht. Ja. Dan ben ik juist heel erg gefocust. Dus zoals nu ben ik met Black Friday ben ik echt mega gefocust. Want ik moet zorgen dat alles goed loopt. Ja. We halen echt torenhoge omzetten. Wat elk jaar weer beter wordt ook. En, maar dat gebeurt natuurlijk allemaal omdat ik bepaalde dingetjes doe, waardoor dat steeds beter wordt ook. Natuurlijk door die content te maken en zo, maar ook doordat we bijvoorbeeld dus dat Rick van Stippolis Point even velgereinigers meestuurt, weet je wel, met de bestellingen. Dus als je bij mij bestelt op de website op dit moment, met Black Friday, dan krijg je dus gewoon een velgereiniger erbij. En die velgereiniger die kost geloof ik 22 euro of zo. En die krijgen dus gewoon gratis bij je bestelling, boven de 150 euro. Bijvoorbeeld de R8, hè? Ja. Die zou dan af zijn. We hebben die video en we halen eigenlijk dus niet die 1200 pk. Dus het is waarschijnlijk iets van 800 pk wat we halen, 850 pk. Wel, het is wel krachtiger dan die Ferrari, moet ik zeggen. Dus sowieso meer dan die Ferrari. Er gaat van alles mis, dat is het risico ook als je zo'n ding natuurlijk opvoert. En iedereen allemaal bij de hand praten zo, jongens, het gebeurt met de enige in Europa die dit kan doen. En dat zit in Duitsland, in samenwerking met Epson Motors. Dus het is een Duits bedrijf die dat turbo tuning allemaal doet. Dat gaat weer met een tak vanuit Amerika en weet ik wat allemaal. Dus het is echt de top of the top shit. Alles wordt aangepakt, het hele fucking ding. Het hele blok is eruit gehaald. Alles is aangepakt, zodat ook die pk's op de weg kunnen. Dus dat software systeem zit erin. We hebben aan de onderstel, koppeling, alles, brandstofpompen. Noem maar op, alles is hier aan gedaan. Dit kost gewoon meer dan 150.000 euro. Dus nu weet je dat. Oké, dus voor alle bij de hand praatjes op het internet en zo. Alles is hier aan gedaan. En het kan natuurlijk gebeuren met zoveel vermogen dat gewoon niet helemaal goed is. Nee. En dat moet helemaal afgesteld worden. En het is allemaal gehaast. Want het moet allemaal voor een bepaalde. Ik wilde die auto lanceren met Black Friday. Nou, dat is gelukt. We stonden op nummer 1 in trending trouwens gisteren. Nu staan we op nummer 2, geloof ik. We moeten even zorgen dat hij op nummer 1 komt. Want ik word een beetje moe van die lame-ass content in Nederland. Tot zondagochtend 5 uur met Gijs zit ik nog dat hele ding fine-tunen. Het had niet gehoeven, maar ik vond het gewoon leuk om te doen, weet je, op dat moment. Maar dat zijn gewoon video's. Dat levert gewoon. Daar kan je miljonair van worden. Laat ik het zo zeggen. Zoveel levert dat op, zo'n video. Dus die auto, al vloog die in de fik, interesseert me geen reet. Dat ding moest gewoon online. En het is gebeurd ook.
Ook zoveel projecten heb ik al gewoon al jaren. Bijvoorbeeld die hoge Ferrari heb ik al 2019 op ingeschreven. 2019. Weet je wel? Nu komt dan bekend dat, dat die geleverd wordt. En dan nog is dat allemaal super gelimiteerd. Maar die ga ik ook binnenkort samenstellen. Wat hebben we nog meer? Ik heb een Tesla Plate heb ik besteld. Echt? Dat weet alleen deze kijkers van dit kanaal op dit moment. Die mag ik ook binnenkort ophalen. Ik heb dus die Tesla heb ik besteld, jongens. Dat weten jullie nu. Omdat jullie lid zijn van Clean Nutrition, geven we hier alle cadeautjes weg. En het doel is dat ik dus zonnepanelen heb op Poolhouse en op de Man Cave. En dat ik dus gewoon mijn hele huis, plus die Tesla, plus die onder de auto, gewoon energie neutraal kan opladen. Alles. Dat is het doel. En dan heb ik ook nog meer dan 100 bomen in mijn tuin. En dat compenseert dan weer voor de kilometers die ik maak met de rest. Oh. Tjoutje. Dat je er weer bent, hè? Zo. Voor jou een exemplaar, jongen. Staat nog niet in de shop. Deze gaan we vrijdag lanceren. Met Black Friday. Komt ook gelijk met min 20%. Is dit nou gewoon... Dus als je nou wil proberen, hè? Ja, mag ik proberen? Heb je ook samples? Gewoon kopen met de korting! Dankjewel. Hoppa. Is dat ook die? Ja, je mag hem uitpakken. Pak maar uit. Oh, ga gewoon een live... Hij is mooi verpakt wel, hè? We gaan een live review doen. Een live review, ja. Een mat. Een matte finish. Door een jewel. Embossed. En dan ook nog met goud. Even kijken. Zo. Oh, mijn ogen. Ja jongens, ik moet even een zonnebril op doen, want dat ding is te ver. Dit is inderdaad een chow-brilletje. Kijk deze bril even. Koek, koek. Even kijken hoor. Dat staat wel heel goed met jou. Zo. Hij is goed. Zo. Want ik haat het namelijk dat je echt ruikt naar zo'n wc-verfrisser. Ja. Zo. Oké, jongens, iedereen die een gouden beker heeft in de gym, mag je nu een cadeautje geven. Ciao. Ja. Ja, die twee beker wel, man. Lekker, man. Geniet ervan, hè. Dankjewel, man. Doe lekker. Kijk. Lekker, man. Oh, twee. Lekker. Lekker, zeg. Twee. Hij was er gisteren ook wel echt tering vroeg. Voor de rest zie ik er geen bekers, hè. Misschien boven. Zo. Ik zie nog eentje. Ja, ja. Ik moest eens weten hoeveel gejank erin zit om dat voor elkaar te krijgen. Het is echt ongelooflijk, hè Lloyd? Jij weet het zelf ook wel. Ja. Lloyd was er gewoon bij. Ik ben het eerste verhaal al. Hè? Zeker. Met die witte potten nog. Zakken zelfs. Wij hebben zelfs nog zelf samples lopen maken. Die volgende Sendung ist für Zuschauer und das ist echt mein Favorit. De Inkwijk? Ja. Ja. Allemaal gejank van gewoon van onze familie en vrienden en zo. Ja. Dat hoort er allemaal bij. Maar weet je wat het is? Jouw ouders en de vrienden van jouw ouders, die hebben gewoon geen benul van wat er gaande is in de wereld. Gewoon niet. Die hebben een deel. Kijk, wij zijn opgegroeid. Ik ben net de generatie met Maurice. Die nog zijn opgegroeid met dat je in je jeugd een telefoon hebt. Besef dat heel even, weet je wel. Jij bent geboren, je hebt een telefoon, in principe. Ja. Ja? Wij niet, wij moesten vroeger nog bellen en afspreken en shit. Onze ouders, ze kunnen niet eens een foto maken als de kinderen op de foto moeten. Dan zie je echt zo'n ouder, hoesje opentrekken, hoesje voor de lens. Het is gewoon... debielig of zo, weet je wel. Het is gewoon ongelooflijk. Maar die gaan natuurlijk nooit begrijpen wat jij allemaal uitspookt als je aan het ondernemen bent. Want het gaat nu exponentieel hard, de technologie. Even warmen. Het is nog niet warm genoeg.
kwamen hier binnen en het is dinsdagochtend. En er zijn verrassend veel groeimaten hier in de ochtend vroeg. Met een gouden shakebeker. Die stonden allemaal te bang drukken. Een keertje die bovenkant van die chest pakken. Waarom? Als je zo meteen met kerst bij de schoonfamilie thuis zit aan tafel. Kom je aan met je op maat gemaakte overhemd. Knopen open tot hier. Gouden scoopketting zichtbaar. Bam! Hier is de chest, weet je op 10 keer. Heb je één keer? Nee! Oh ja! Ja! Dat weet je. Diesel verbrandt niet zo snel. Ja, ik sorry jongens. Ik weet het ook niet. Ik ben nu pas warm. Mentaal kun je er zoveel meer uit halen. Echt zoveel meer. Gewoon jezelf een paar klappen in je gezicht geven. Dat is prima om te doen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet nog even euro 98. Diesel, euro 98. Ik ben super. Dodge Supercharger V12 diesel. Dat is er niet. Oh, mijn kutzaai. Dat deed me ook niet anders. Thank you.
het zien als octaangehalte. Met benzine. Je kan heel snel branden. En dan is je brandstof op. Maar dan brand je heel fel. He? Geheime pakketjes. Ben je zo klaar? Al die gasten. Kijk maar naar de beste ter wereld, Ronnie Coleman. Klaar. Gewoon klaar. Dat is intens branden gewoon, weet je wel. Of je bent gewoon die diesel. Die gewoon op zijn 80ste nog in de gym staat. Dus dat had ik. Volgens mij de eerste set was 7-8. Had ik niet helemaal goed te pakken, kreeg ik kramp. 10, 10, 10, 8. Nadat we de incline hebben gepakt. De jonge jongens die willen meedoen met de diesel, maar dat lukt niet meer. Dus ik zeg net niet voor niets, als jij 80% minder doet dan je vorige set, dan is het gewoon klaar. Dan moet je stoppen. Dan is het weer gewoon de volgende oefening, eventueel een isolatieoefening of gewoon een hele andere spiergroep zelfs. Anders ben je zelf alleen maar aan het verneuken en dan kan je weer 2 weken niks doen. En dan ga je op een gegeven moment ook je schouders blesseren, je gewrichten, alles. Het gaat op den duur kapot. Dus dat moet je niet meer doen dan. Het is ook niet stoer of zo. Het is alleen maar afgaan. Als het niet lukt elke keer. 1 keer is goed om te falen. Dan weet je waar je limiet zit. Maar als je echt, zoals jij net 1 of 2 reps doet, terwijl je de 10 moet doen, dat heeft geen zin meer. En ook, het heeft ook geen zin om dan nog 10 kilo eraf te gooien. Want je wil juist die belasting hebben. Op je spier. Dan is het gewoon oké. We gaan vrijdag weer chest doen. Anders kan je vrijdag ook geen chest meer doen. Dus dan kan je maar 1 keer in de week je groeien eigenlijk. Terwijl je 2 keer in de week wil groeien. 104 keer per jaar. Ja. Nu is het tijd voor een lichte oefening. Isolatieoefeningetje. Pak weer die bovenkant. En dan roomen we hem lekker af en is het gewoon klaar met chest. 3 oefeningen is prima. Wat is het dagelijks? Gewoon in je routine. Gewoon. Winnen. Nee. Winnen geeft een hoog testosteronniveau. Maakt niet uit wat het is. Winnen met mensen erg je niet. Winnen met je groeimaten eruit liften. Al die competitieve eigenschappen zorgt ervoor dat je testosteronniveau omhoog gaat. Bewezen is gewoon zo. Winnen. Overwinning kan ook zijn. Koud douchen 's ochtends. Gewoon iets doen wat gelijk een overwinning bezorgt. Zodat je daar meer smaak naar krijgt. En nog harder door het geluid gaat. Weet je wat nog lekkerder is? Vertel. Winnen nadat je eerst gefaald hebt. Dat is nog lekkerder. De jongens zijn er weer. Goed zo. Nog een. Vandaag is even echt trainen. Oh. Het is ook dinsdag. Waarom denk je dat ik nu zo dom serieus ben? Het is even anders dan het giechelen, hè? Komt omdat het gewoon de dinsdag fucking dip is. En dan wil ik juist door het stof hier zo. Tegen goede training dit, hè? Gewoon met mijn neus strand heen. Dat is wat je moet doen en dan ben je zo meteen een mannetje weer als je naar buiten loopt. Lekker beatje. Swingen. Hey, goeie maten. Abonneer voor die grotere chest. Wij gaan vandaag naar de grootste bestelling van oktober. Dat gaan we doen met een 6x6. Jij gaat mee. Ja. Dit keer in Arnhem. Die gaan we in een aparte video opnemen die na deze video online komt. En je kan dus
deze maand nog kans maken op de grootste bestelling. Want bij de grootste bestelling van Clean Nutrition komen wij weer bij jou langs met een tas vol met supplementen. €500 aan supplementen. Hoppakee. En wij komen langs. We gaan voor goud. Groei lekker. 20% op alles in de tent.